Leden van de Staten-Generaal. Majesteit, de minister-president wil een tekstverandering in de troonrede. Zijn jullie helemaal gek geworden? Moeder, ik wil niet dat u vandaag alles voor mij en Maxima kapot maakt. Mijn königdom erbt me niet. Het koninklijke draagt me van innen. Im Herz. Ik weiger. Nee, majesteit, dat zult u niet. Een mens die alleen maar danst op muziek van anderen, sterft langzaam af. Jij zou het telefoonboek nog opdreunen als de regering dat volgt. Zou ik zeker doen. Alex. Alles wat u zegt, zegt u namens de regering. Strikt genomen bestaat u als individu niet. Ik zal met alle kracht die in mij is dijk oprichten om het Koninkrijk der Nederlanden te beschermen tegen de zeeën van onverschilligheid en regelrechte domheid. Dat kunt u niet, moeder. Koningin en koningin, dat is een belediging voor deze wereld. Zal ik het overnemen? Jij moet de laatste oranje zijn. Maxima is een sterke, onafhankelijke vrouw. Sterk en onafhankelijk, mijn heen. Jij hebt een minnaar, het Koninkrijk der Nederlanden. Papa is dood, mama. Ik ga jou overslaan, Alexander. Dan moet ik toch zonder je? Vertel ze maar hoe die op een zekere dag een mooie, jonge vrouw tegenkwam. Die zei dat ze een prinses was. Oh. Ach, wat sneu, dacht grootvader. Maar juist daarom ging die nog meer van dat prinsesje houden. Majesteit, u dient zich te schikken. Ik wil niet dat je doodgaat. Zullen we wisselen van plaats? Moeder, als u niet uitspreekt wat de minister-president wil, dan bent u weg. Ook al vraagt mijn volk niet om raad, toch zeg ik, hier ben ik. Hier ben ik.